dough. Deze moet zo hebben. Dag, dough. Hallo. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom, Do. Je bent op dit moment echt ongekend populair. Oh. Ja, dat is zo. Okay. Want jouw nummers overal op radiostations en tv-programma's zie ik het. Maar ik ben heel blij dat je hier bent vanavond. Ik ben zelfs zo blij. Heb jij wel eens een diamant omgehad van... Is hij weg, meneer Hamel? Van twee... wat was het? 2 ton, zei hij? Wat zei hij nou? 100.000 euro. Ja, dat is 220.000 euro. Welke maat heb je? I do. Er wordt om de pink... Oh mijn god, jongens. Dit is heel eng zelfs. Heel griezelig. Ach, ik gooi niet meer met die dingen. Je mag hem omhouden voor de duur van het optreden. Dan zal ik hem toch moeten terugbezorgen bij meneer Hamel. Want we zijn bij de AVRO. Als ik bij Veronica had gewerkt, had ik hem meegenomen. Maar hier niet. Oké. Klopt het dat jij hebt gekozen voor je zangcarrière in plaats van je tenniscarrière? Een beetje wel. Nou, niet dat ik zo'n waanzinnig tennistalent was, maar ik vond het heel erg leuk. En ik had graag geprobeerd wat verder te komen, maar het zat er gewoon niet in. Dus ik denk, laat ik maar lekker gaan zingen. En dat kan je heel goed. Achter de piano zit, geloof ik, jouw vaste begeleider. Ja, Glenn Corneille. Glenn Corneille. Onthoud die naam, Corneille. Glenn Corneille, ja. En jij gaat voor ons zingen. Ja. En wel live, even voor de duidelijkheid. Ja, heaven. Heaven. Heb je hem nog? Ik heb het echt zo van, ik hoop dat het niet afvalt en zo. We houden jou nu in de gaten. Zij heeft hem, ik niet meer. Zij heeft hem. Do. Baby.